Hartelijk welkom bij weer een video Lightburn in Depth. Dit keer noem ik hem tips en tricks met dingen die ik recent uitgevonden heb over Lightburn. Zeker gezien heb op video's van anderen. En ik ga de video er niet meer vol stoppen. Vandaag 3 thema's, misschien een volgende keer de 3 volgende thema's. Maar vandaag 3 thema's. Het eerste is, in de werkbalk hierboven hebben we die 9 cirkeltjes waarvan je er eentje kunt kiezen. In mijn initiële uitleg heb ik aangegeven dat ik daar volgens mij ook niet van wist wat het was, maar inmiddels ben ik erachter. Ik ga je laten zien wat dit is en we noemen dit eigenlijk een anker. Wat ik ga doen, ik ga een rechthoek tekenen en die rechthoek die zet ik op de verticale lijn 100 en op de horizontale lijn 320. Nu selecteer ik hem. Maar nu wil ik hem van maat gaan veranderen. Dat kan je natuurlijk doen met die handgrepen. Maar dat is eigenlijk niet wat ik hier wil laten zien. Ik wil laten zien wat er gaat gebeuren als ik hier die lengte en breedte, of die hoogte en die breedte ga aanpassen. Maar eerst wat ik dus doe is, ik zet ergens een ankerpunt. En het ankerpunt is in dit geval zeg maar hier middenboven. Dus dit is hier het ankerpunt. Nou, wat dat nu doet is, dat stel dat ik nou die hoogte ga veranderen naar 50. Hè, wat doet hij dan? Gaat hij dan deze lijn naar beneden trekken, zodat zeg maar dit stuk hier 50 is? Of trekt hij de onderste lijn naar boven, zodat dat stuk 50 is? Nou, hier is dat anker voor. Dus door dat anker middenboven te zetten, die onderste hier naar 50 te veranderen, dat is dus de hoogte. Let op wat er gebeurt met die lijn. We zullen zien dat die nog steeds op 320 staat. En ook nog steeds op 100, want dat is de verticale lijn. Maar dat die dus naar boven getrokken is. Ik ga het even ongedaan maken. Nu ga ik die stip aan de onderkant zetten. We zullen nu zien dat die waarschijnlijk, als alles goed is, hier van die 320 naar beneden gaat. Dus als ik nu die waarde in 50 verander, zie je, dan doet hij hem naar beneden veranderen. Nou, ditzelfde geldt natuurlijk van links naar rechts. En ook de ankers op de hoeken werken als zodanig. Dit is dus het werken met ankers. Ik ga het even laten zien voor links en rechts. Als ik hem op links zet, en ik zet hem weer, ik zet nu de breedte naar 100 en naar 100 zeg maar. Dan zal links op 100 blijven staan, want hij staat op links. En rechts is verschoven. Als ik dat ongedaan maak en ik draai het om. Dus ik zet de stip op rechts. Ik verander hem naar 100. Dan blijft de rechterlijn staan. Nou, degene die hier het vaakst gebruikt zal worden, zal het centrum zijn. Ja? En dat wil dus zeg maar simpelweg zeggen dat als ik het middenpunt op een bepaalde plekje zet, omdat ik daar iets wil tekenen, en ik zet hem in het centrum, en ik doe bijvoorbeeld nu die breedte veranderen naar 75, dan zal die stip, die zal hier dus tussen die 180, of tussen die 190 en die 200 blijven staan. Ga ik even doen, ik ga dit naar 75 veranderen. En we zien dat dat blijft staan. Deze 9 knoppen dus zijn een anker voor als ik hier de lengte, breedte, hoogte of de breedte en hoogte ga wijzigen. Niet als ik dit ga doen, want als ik dit zou gaan veranderen, dan kan ik daar wel degelijk iets mee doen. Nou, in dit geval is dat midden natuurlijk niet handig, maar die kan ik rustig verslepen, ondanks dat hij hier in het midden staat. Oké, dat was tip nummer 1. Nummertje 2 voor vandaag, en dat is een hele interessante, want het is best wel iets waar je heel soms mee stoeit. Je hebt die knop van het kader bij de laser. He, dat als je op kader drukt, dat die dan, dat je eerst een toolpad maakt. Laat ik deze even goed doen. We maken een toolpad, zeg maar. En als ik dan ga kaderen en ik doe zeg maar de shift-toets ingedrukt houden, dan zie je dat blauwe lampje over deze lijn heen lopen. Ja? Alleen dat gaat redelijk snel. En een ander dingetje, het gaat niet alleen redelijk snel, het doet het ook maar 1 keer. Hoe kan je nou zorgen dat je zo'n vierkantje kunt trekken, wat voor jou als basis kan dienen,
wat langzamer het vierkantje trekt. En wat misschien wel ook niet één keer een rondje trekt, maar vaker. Nou, dat is eigenlijk heel erg simpel, lieve mensen. We gaan even naar die laag van snijden en lagen. We zien nu dat het een T1, een hulpmiddelpad is. Maar nu ga ik hem eens even veranderen gewoon naar lijn. Ja? Wat ik vervolgens doe, ga ik de snelheid heel erg laag zetten. Die zet ik eventjes op 10. En ik zet het maximale vermogen op 1%. Dat is namelijk het minimale wat light burn aan kan. Maar 1% brandt niks. Hoef je nergens op te rekenen. 1% gaat echt niet iets laseren voor jou. Vervolgens kan ik ook nog gaan zeggen van ik wil er 6 keer overheen. Of 4 keer voor mij part overheen. Ja? Wat hij nu zal doen, als ik deze hier uitvoer, moet ik wel op, als ik de volgende lijnen natuurlijk de output uitzet, zodat zeg maar, dus als ik iets werkelijk ga tekenen, stel ik zet de letters in, hè, tekst, zo, test, zo, en ik zet die op een blauwe lijn, om maar eens wat te noemen, ja, dan doe ik op het moment dat ik zeg maar eventjes dit cirkeltje wil, of dat vierkantje wil trekken, om zeg maar te bepalen van waar mijn laser gaat werken, zet ik natuurlijk eventjes die tekst even uit natuurlijk. Nou, wat ik nu zou gaan doen, op het moment dat ik nu zou gaan starten, ja, dus ik ga dit starten, dan gaat hij hier naartoe, dan gaat hij 6 keer heel langzaam over dit lijntje heen. Nou, 10 is misschien te langzaam. En trouwens, ik heb hem ook 4 keer gezet, geloof ik, dus 4 keer gaat hij er overheen. Maar daarmee zou je dus veel gemakkelijker kunnen uitrichten op het moment dat je last hebt van het feit dat met die kaderknop het eigenlijk te snel gaat. Je kunt dus dat niet verder aanpassen in de settings, dat zeg maar de snelheid waarmee die kaderknop rond het object gaat, dat kan je niet aanpassen, maar ik kan dat wel op deze manier realiseren. Dat is tip nummer 2. Ik ga even die tekst weghalen, want we komen aan de derde en laatste tip voor deze video. Ik zet ook even de settings van die lijn weer terug. Dit zijn mijn standaard snijsettings. In dit geval wil ik het eigenlijk helemaal niet gebruiken hoor, dat zeg ik meteen. Stel, ik heb een object en ik wil karton gaan lezen. Dit is vooral bij karton en bij papier interessant. Karton en papier mag je nooit te langzaam lezen. Hè? Dus die 300 hier die zal eerder in de richting van de 6000 moeten, zeg maar. En hele lage power. Power van, hè, wat zou ik zeggen, laten we eens proberen met 15%. Ik ga het niet echt doen, zeg maar. Maar dit zou zeg maar iets zijn voor karton of voor papier. Nou is zo'n lijn, zoals we die hier hebben, is gewoon een lijn die gelezen wordt. Ja. Oftewel de afbeelding, oftewel hij snijdt die lijn, dus het tweede. Maar wist je dat je ook kunt perforeren? Oftewel, zoals je wel eens van die formulieren hebt waarbij je een gedeelte eraf kunt scheuren langs een perforatierandje. Nou, dat kan namelijk. Als ik dubbelklik op deze lijnlaag, hè, het is een laag met een lijn, dan zien we hieronder tabbladen verbindingen. Die ga ik heel eventjes, oh nee, die hoef ik niet aan te zetten, net boven, sorry. Perforatiemodus. Ik kan zeg maar zeggen van ik wil perforeren. Nou, sneden en overslaan wil zeggen dat die 0,1 millimeter doet. Snijdt hij, zeg maar, dus hij maakt een stripje van 0,1 mm, dan slaat hij weer 0,1 mm over. Nou, laten we voor de grap eventjes extreem doen. Maken een snede van 0,5. En dan moet hij een centimeter overslaan. En wat er dan gebeurt, is dat als we gaan kijken hier in de preview, en dan moet ik alleen eventjes schuiven, dan zien we hier, ik zal even de verplaatsing uitzetten, dat hij een perforeerde lijn maakt. En zo kan je dus een perforatie op karton of aan papier aanbrengen. Ja? Nogmaals, dat doen we dus via de lijninstelling. Daar begint het mee. Perforatiemodus. Dan kan ik de lengte van de snede bepalen. En dat wat ik wil overslaan. Dus een stukje wat hij snijdt, een stukje wat hij overslaat, een stukje wat hij snijdt, een stukje wat hij overslaat. En op die manier kan je perforaties aanbrengen. En dat kun je natuurlijk met één lijn doen. Dat kan je ook met een heel vierkant doen of met een cirkel doen. Net wat je wil. En dat is de derde tip van vandaag. Drie dingen dus. Eerste is het anker. Van wat en in welke richting verandert die nu als ik hier die breedte en hoogte ga aanpassen. Dan de mogelijkheid om met een simpele lijnvierkant
te laten zien waar de lezer gaat lezen, maar dan op een langzaam tempo en misschien zelfs wel vaker eroverheen gaan, voor als je de kaderknop te snel gaat, want die kun je niet instellen. En de derde is dus de perforatiemodus. Ik ga hem weer uitzetten. Maar de perforatiemodus bij lijninstellingen bij het sneden in Lightburn. Dit was de video van vandaag. Tot de volgende keer. Ik hoop dat je het leuk vond. Dag.